Op 17 juli 2018 bekeek Waterschap A en Maas met boeren uit het projectgebied Smakterbroek waar kansen liggen voor water en natuur. Te denken valt aan vrijwillige kavelruil of landbouwgrond anders inrichten en gebruiken. Bijvoorbeeld door agrarisch gebruik te combineren met natuur, toerisme en recreatie. Andere grondeigenaren worden uitgenodigd voor inloopbijeenkomsten of huisbezoeken om kavelruil en ander gebruik te bespreken.